In print is hij vol vet. Digitaal trouwens ook. Hij spaart alles op over filantropie. En hij is blauw. Dat werd dus de dikke blauwe. Een stevige middelenmix voor de goede doelensector, met een jaargids als stabiel houvast. En dat wordt gewaardeerd. Het is een content-ecosysteem waarin inmiddels een hele sector actief is. Al die middelen worden slim aan elkaar geknoopt door een technisch hoogstandje, ons eigen contentsysteem Xingo. En boven alles staat een redactie die buiten de lijntjes durft te kleuren. Ja, Nederland is een echt goede doelenland. We zijn een enorm doolhof van duizenden en duizenden goede doelen. En ja, daar miste echt een thuisbasis, een opinieplatform. Ja, die rol die vervullen we nu. Al moet ik er wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat we enorm aan elkaar moesten wennen. Want ja, we schrijven het graag prikkelend en journalistiek op. Maar ik ben er toch wel trots op dat we nu die verbindende functie en die thuisbasis zijn voor goede doelen in Nederland en dat wij een natuurlijk startpunt zijn geworden voor nieuws en opinie over goede doelen. De dikke blauwe is gewichtig, relevant en continu aanwezig. Een aantrekkelijk concept dus. Welke community wil jij bewegen? Kom langs bij Scripta, dan kleuren we samen buiten de lijntjes.